Laatste tijd komt er echt heel veel vette gear binnen bij Gamersnet. En dat wil niet alleen maar zeggen Razer en SteelSeries en alle andere dingen die we al behandeld hebben, maar ook Mad Cats. Deze werden aangevraagd. Dit zijn de ratmuizen. En ik vroeg, hey, kunnen we die eentje reviewen? Toen zeiden ze, jazeker, dat kan wel. We sturen meteen allebei de nieuwe op. Dus ik denk, ik ga ze even unboxen, maar dan wel de Red Pro X. Dit is het duurste model, die gaan we unboxen. Deze die gaat gewoon, denk ik, door voor de review. Maar deze gaan we even mooi, in alle degelijkheid, laten zien wat er allemaal in zit. Want het is nogal wat. Dit is namelijk een muis die je helemaal kan tunen en zelf kan customizen. Je krijgt allemaal gekke stuff erbij. Allerlei verschillende modules om erop te klikken. Het is dan ook wel een aardig duur muisje, maar daarover later meer. We gaan hem gewoon uit de doos halen en ik heb helemaal geen mes. Of schaar. Ik heb een schaar gevonden. Twee stickertjes, dus wordt leuk. Oh, deze is al los, dus daar had ik eigenlijk helemaal niks aan hoeven doen. En dan... Ja, hoppatee. Nou, dat was alles wat er moest gebeuren. Daar moest ik dus een schaar voor pakken, dat is typisch. Komen we weer goed voorbereid eruit. En zo zie je hem al heel mooi. Het is de Rad Pro X dus. En god nonnetje, wat een moeilijke... Dit moet je dan zo... Ze hadden hier wel een handleiding bij mogen geven, denk ik. Het leuke aan de unboxing zijn statistisch gezien de meest ongemakkelijke items die we hebben op Gamersnet. Omdat het nooit in één keer vlot gaat. Dus tegenwoordig kunnen we Gamersnet dieren doen in één take. Een unboxing nog nooit gelukt. Dus bij deze. Oké, er staan hier pijltjes, maar moet ik die gewoon afjanken? Ja, ik denk dat dit het... Oké. Thanks, Pete. Thanks. Ja, laat me maar weer stoeien terwijl jij het antwoord al lang hebt. Super dit. Oh, kijk eens aan. Wacht, oké. Dus de muis à la, dat is dat. Maar omdat het natuurlijk wel vrij premium is, krijg je dus ook gewoon een draagtas erbij. Die er al echt super mechanisch transformer-achtig uitziet. Zoals de muis zelf al. Wauw. En schroevendraaiertjes. En kwastje. Holy shit, je krijgt een minuscuul kwastje erbij om alles schoon te houden. En dit is volgens mij trouwens het scrollwiel. Wat er ook dus nog in moet. Het zijn allemaal modules. Je moet het echt... Het is een soort IKEA-muis. Je moet hem zelf helemaal in elkaar zetten. Je krijgt er dus wel ook een super... Mooi kwastje bij om ervoor te zorgen dat alles schoon blijft. Heel gaaf. Dus without further ado, dan gaan we even die muis er toch maar een keer eruit halen. Dit is sowieso... dit is de sensor. Het hete item aan deze muis is dat je ook gewoon sensors kan wisselen. Dus het is de muis gebouwd op de toekomst. Als er een keer snellere of betere sensoren zijn, dan kun je die dus gewoon zelf er weer in klikken. En dat zie je hier dus ook al, dat het eigenlijk vrij leeg is hier. Dus daar moet dan straks die sensor nog in. En je krijgt natuurlijk ook mooi een, zoals we het graag noemen, het Alien Barf groene kabeltje. Want de kleuren zijn vrij uitgesproken. Ik denk dat niemand een computer heeft waar dit mooi bij kleurt. Maar dat, dan springt je muis tenminste wel mooi ertussenuit. Voilà. God, ik durf dit ook niet. Het is heel lichtgewicht allemaal, dus ik wil gewoon niet dat ik het breek. Het is allemaal keramisch, hè. Oh, hier hebben ze goed over nagedacht. Het is echt keramisch. Ja, kijk, het staat er zelfs op. Keramisch. En ook wat je van de metalen onderdelen zou je denken van, dat is aluminium. Nee, ze zijn daadwerkelijk voor magnesium gegaan, omdat dat lichter is dan aluminium. Dus dat is echt, het is een beetje een soort futuristische transformer muis. En dit is hem in al zijn bezigheid. En je krijgt natuurlijk dan dus allerlei modules en stukken karton bij, die je dan zelf uit mag kiezen. Kijk, stickers en natuurlijk een handleiding. Daar zul je wel nodig hebben, want het is niet het meest praktische beestje ooit. Om zomaar in te prikken en dan ben je klaar. Nee, je moet echt van alles zelf doen. En dit zijn dus ook alle modules die je erop kan klikken. En dat is nogal wat. Want je kunt alles kun je loshalen, erbij gooien. Je kunt een extra pinky rest kun je jezelf geven zodat je hem beter op kan tillen. Er zijn verschillende palm rests die je dan ook nog de afstand en de hoek van kan bepalen. En er zijn zelfs drie verschillende scrollwieltjes meegeleverd. Dus je hebt gewoon een rubberen. En je hebt dan ook weer zo'n... Denk ook magnesium of aluminium. Dus echt, kijk ook hoe robuust het eruit ziet. Het is echt een soort van Decepticon op je bureaublad. Ik weet alleen niet of we nou alles al los gaan halen. Zal ik gewoon proberen de... Nee, ik denk het eigenlijk niet, hè. Want dan moet ik eerst even dit naslagwerk lezen. Want ik wil het niet live verneuken op unboxing.
Maar je ziet in ieder geval wel alle contents die in de doos zaten. En dat is natuurlijk wel het interessante eraan. Het is nogal wat. En we gaan hem nog heel uitgebreid behandelen in Gamersnet Dier. En we gaan er ook uiteraard nog een mooie geschreven review van schrijven. Maar dat allemaal later op gamersnet.nl. En natuurlijk ook de Pro S, zeg maar het simpele model. Het iets makkelijkere model en waarschijnlijk ook iets goedkoper. Die komt er dus allemaal aan. En dan ga ik in ieder geval van het weekend heel leuk... mijn eigen Transformer muis in elkaar zetten. Een beetje kijken, van, zal ik die pakken? Of die? Gaan we die? Zal ik een andere sensor bestellen? Dat zou ook zomaar kunnen. Heel interessant. Jongens, ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. En tot snel weer op Gamersnet als we al deze toffe Transformer shit gaan behandelen.